Yo gasten, mijn naam is Jim en we zijn onderweg met de shovel, de L60E. We gaan naar een maat van me toe, die heeft een schuur gekocht, een loods. Die ligt uit elkaar op zijn terrein, maar die ligt een beetje, ja hoe zeg je dat, heel erg in het zicht. Dus die moet even verplaatsen. Ook gaan we morgen nog wat andere klusjes doen, maar dat zal vanmorgen, dat zien jullie ook allemaal in deze video. Dus ik zou zeggen, laten we gaan en ik zie jullie zo weer, denk ik. Zo, een paar minuutjes nog. Prachtig weer nog steeds natuurlijk. Nou, maandag, avond. Ideaal dat de klok natuurlijk een uur terug is gegaan. Blijft het lekker lang licht. Ik heb in principe ook mijn bak mee, maar ik heb hem niet nodig. In principe is het alleen maar, het is eigenlijk alleen een, wat spanten en wat dakplaten en wat wandplaten plaatsen. Maar je weet ook nooit wat er nog meer ligt. Misschien, weet ik veel, een bultje grond of zo. Ja, dan kan je het gewoon even, wel makkelijk. Een beetje aan de kant scheppen. En het beschermt natuurlijk mijn lepels nog een beetje, mijn pelletvorken. Hobbelt lekker allemaal. Ja, genoeg vering. Griekvering, stoelvering. Nou, dan ben ik er bijna en dan zie ik jullie zo alweer. Hier heb je al balkjes leggen aan elkaar gelijmd voor het vasthouden. Ik kan even. Ze zeiden dat hij nog best wel zacht was op het land, maar het valt mee. Gelukkig maar. Ik bedoel, het is altijd beter als we hier nu weer wegzakken met de shovel. Nou, daar moet ik even van, joh. Balkies. Maar hier ligt een, dus een complete schuur, een complete loods. Rustig aan. Achteruit. Moet ik niet het ene helemaal meepakken en het andere maar voor de helft. Want dan gaat het stuk. Dat moet niet. Rustig aan. Dat redden wij, gelukkig. Ja, dat redden we zeker. Nee, het is ongeveer precies dezelfde loodsen die jullie daarachter zien staan, die grijze. Zoiets, ongeveer. Even kleiner. En
Die gaat hier bouwen over een maand of twee, denk ik, drie. Even neer. Nou hoop ik iets meer naar die kant toe kunnen. Dat ze net daar een beetje wezen, denk ik. Ik had hem beter iets meer achteruit kunnen leggen. Kijk of het nou wel gaat. Een maatje van me die belde, nog een maat, ik heb een hele hoop vrienden, lijkt het wel. Nee, die belde, want die moest, wat moest hij nou ook alweer? 6 kuub zand hebben in zijn tuin. Maar dat zou ik dan morgen gaan doen. Dat zou ik toen ook filmen, vanzelf natuurlijk. Maar dat wordt nou donderdag, denk ik. Dus dan moet ik even kijken hoe het loopt. Over het doel heen, natuurlijk. Hey, ik wil even een vraagje stellen. Wat denken jullie van het filmen? Is het te langdradig? Want sommigen hoor ik wel zeggen van... Ja, Jim, film gewoon even wat langer. Maar ja, dan denk ik van, ja, het wordt dan weer zo langdradig. En dan is het niet meer leuk om naar te kijken. Sommigen zeggen van, ga je de hele dag filmen? Ja, ik weet ook niet of jullie dat natuurlijk allemaal willen. Laat even weten in de reactie wat jullie precies willen. Dan weet ik een beetje wat we gaan filmen. Of dat jullie gewoon goed vinden zo natuurlijk. Dat kan ook. Maar ik weet niet of ik gewoon de hele dag ga filmen, want dat is best wel veel werk. En dan vind ik het zelf denk ik ook iets te langdradig door worden. Maar als jullie nou zeggen, Jim, maak eens een filmpje die de hele dag duurt, of in ieder geval, die even wat langer duurt, van 's ochtends vroeg tot 's middags of 's avonds, dat vind ik ook goed natuurlijk. Beetje geconcentreerd bezig doen. Hij is prachtig. Oh. Zo jongens, laatste stapeltje en een pelletje nog. En was het hem alweer. Klein klusje natuurlijk. Daar gaat het niet om.
een leuke video. Geef even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Kost niks, allemaal gratis. Dat heb ik al eerder gezegd, dus wel mij enorm plezier ermee doen. Want ik bedoel, we hebben al. Ik zeg we, want jullie helpen natuurlijk mee allemaal. We hebben al 1400 abonnees. We gaan al redelijk door naar de 1500. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. Nog steeds. Reacties tot nu toe ook altijd nog goed. Het is ook hartstikke leuk natuurlijk. Schep er nog even wat balkjes op. En die. En oh, en de laatste twee. Nou, kijk. Oh, ik ben er wel over eentje heen gereden, dus die zit in de grond. Nee, dat komt er wel goed. Die trekken we er wel weer uit. Nou jongens, alleen dit pelletje nog. Dan nog de drie paaltjes drukken. Dan zijn we klaar. Zo, nou jongens. Alles nog netjes op zijn plek. Dus het is alweer donker ook. En we gaan lekker naar huis toe, denk ik. Nou, je vond het een leuke video? Geef het even een duimpje omhoog. Zou ik zeer waarderen. En tot de volgende video. En later!